werkelijk een groot redenaar, maar in de stijl van die tijd. Bijvoorbeeld zijn zoon Mark en ik, als we zijn redenvoeringen beluisterden, dan was ik opgetogen en Mark die vond dat wat trompetgeschal. Dat redenaarstalent en het belang dat Eiskes hecht aan een verzorgd en correct taalgebruik heeft wellicht te maken met zijn Nederlandse afkomst. Familie aan moederszijde woont in Prinsenbeek, in de buurt van Breda. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is de 9-jarige Gaston samen met zijn moeder uitgeweken naar Nederland. Ze bleven er bij die familie in Prinsenbeek tot het einde van de oorlog. We waren daar bij nichten, of halve nichten van mijn moeder. Dat waren drie tamelijk oude juffrouwen. Ze waren de renteniersters van het dorp, zowat. Zij droegen witte kanten mutsen, vele rokken. Zij maakten goede jam. En ja, alles, hoe zal ik zeggen, was daar besprenkeld met een geur van lavendel en zo. En die mensen leefden in de, ja, in de 18e eeuw. Hè? Maar dat dorpsleven, dat is voor mij van betekenis geweest. Niet alleen om, laat ons zeggen, de natuur te leren kennen, het vrije leven in de natuur. Ik kende de vogels en de bloemen en de bomen en de dieren. Aan ons, jongens op zo'n dorp, moesten ze niet leren waar de kinderen vandaan komen, bijvoorbeeld. Want het dekken van de merrie, dat was voor ons een gebeurtenis die we altijd bijwoonden en zo. 1960 bracht ons onbetwistbaar een aanzienlijke economische voorspoed.